Het is vandaag 30 augustus 2016. Jawel, mijn naam is Chris. Dit is het Game Nieuws. Zo, nou, ja, eigenlijk is er best wel weinig game nieuws op dit moment. Het is ongelooflijk. Al zijn er natuurlijk wel wat dingen uitgekomen. Allereerst een kleine mededeling dat Nuka World te downloaden is voor Fallout 4. Heb jij Fallout 4? En wil je Nuka World hebben? De DLC kun je dus vanaf nu downloaden. En dan gaan we in ieder geval nu over naar het echte nieuws. Ja, en officieel vanaf morgen is de Battlefield 1 open beta te downloaden. Wat wel opmerkelijk is, is dat die, je kan hem gewoon spelen op de PlayStation 4 zonder PlayStation Plus. Maar op de Xbox moet je dus wel Xbox Live hebben. Beetje apart, maar in ieder geval, ja, goed nieuws voor de PlayStation 4 gamers onder ons. En daarnaast, ja, je kan hem dus ook vanaf vandaag downloaden als je Battlefield Insider hebt. Dat je in ieder geval dat aangemeld hebt dat je de beta een dagje eerder zou willen spelen. Ja, ik had het ook gedaan. Dat moest gebeuren in ieder geval voor even uit mijn hoofd, 21 augustus. Ik denk dat er iets misgegaan is weer bij me. Dat gebeurt altijd, dat soort dingen. Dat soort dingen roep ik gewoon over mij af. Dus ik moet in ieder geval nog één dagje wachten. Maar ik hoor positieve geluiden. Ik hoor wat mindere geluiden. Niet negatieve echt of zo. Maar dat mensen zeggen, ja, oké, is dit de hype? Ja, nou, ik hoor dat zo'n beetje links en rechts zeggen. Maar ook heel veel mensen die het heel erg tof vinden. Ik ben eigenlijk benieuwd naar jullie mening. Hebben jullie toevallig Battlefield Insider? Laat het achter bij de comments. Laat ook achter wat jij er tot nu toe van vindt. Ik ga het in ieder geval morgen downloaden. En ongetwijfeld ook natuurlijk eventjes uploaden op mijn kanaal. Ja, en wat nieuws over Watch Dogs 2. Er is weer een nieuwe video verschenen op YouTube. 20 minuten gameplay van Watch Dogs. Allereerst wil ik zeggen dat het grafisch een stuk beter uitziet eigenlijk dan ik verwacht had. Een stuk beter ook dan Watch Dogs 1. Ik zie dat soort dingen best wel snel eigenlijk. Hè? Dat je gewoon, ja, het is gewoon mooier. Ja, je moet het gewoon maar even bekijken. Ik weet niet of het echt een hype wordt natuurlijk. Ik vind, ja, Watch Dogs 1 is behoorlijk, denk ik wel gefaald. Als jullie het niet mee eens zijn, moet je het maar achterlaten. En nou Watch Dogs 2. Dus ja, het zou echt perfect moeten zijn om gewoon deze serie te kunnen doortrekken. Want ik heb wel het idee van dat sommige games nu wel een beetje op het einde lopen. Omdat er gewoon zoveel delen van een bepaalde serie uitkomt. En dan is toch elke keer weer teleurstellend. Dus ik hoop in ieder geval dat Watch Dogs 2 een stukje leuker gaat zijn dan 1. Check de video zou ik zeggen. En op 11 oktober van dit jaar nog komt er een Metal Gear Solid bundle uit. De Definitive Edition, zoals die heet. Bestaat uit Metal Gear Solid natuurlijk. En daar de bijhorende, ja, wat wel gezegd wordt, een behoorlijk dure DLC. Hij wordt in ieder geval uitgebracht natuurlijk op de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Nu zijn er wel bedragen bekend van de PlayStation 4 en Xbox One. Dat zal €50 gaan zijn. Voor de Steam mensen onder ons, de Steam spelers. Er is nog geen bedrag beschikbaar wat het gaat kosten. Wel super leuk natuurlijk als ze het uitbrengen. Ja, ik ben niet echt persoonlijk een Metal Gear Solid speler. Maar ja, er zijn ook zoveel games. Ik kan niet alles spelen. Ja, ik ben benieuwd. En wel tof dat ze het uitbrengen. Het is altijd wel handig als je zo'n bundel koopt. Weet je niet dat je dan de game moet kopen. En dan alsnog bijvoorbeeld hele dure DLC's. Wat je best wel vaak tegenkomt. Hè? Dat je gewoon na bijvoorbeeld als je 2 jaar een game van 2 jaar oud. Dat je nog de DLC moet kopen voor. Ik zeg maar, de game koop je in de winkel voor €30. Hè? Een beetje goedkoper. En dan moet je de DLC's allemaal kopen. En dan ben je alsnog €50 extra kwijt. Dus ja, daarom vind ik het wel een goed idee. En in een van de eerdere afleveringen heb ik verteld dat Final Fantasy 15 uitgesteld is. Op zich natuurlijk helemaal geen probleem. Want dat betekent gewoon dat ze gewoon, ja, gewoon de game willen fine-tunen en zo. En dat is natuurlijk perfect natuurlijk. Hè? We willen gewoon een goede game hebben. Blijkt wel een hele grote game te zijn ondertussen. Want ja, er lekt wat meer informatie naar buiten natuurlijk. Onder andere, misschien wel grappig om te weten, is dat, ja, Final Fantasy is een open wereld. Alleen vanaf een bepaald punt
zal de game steeds lineair gaan, meer lineair gaan verlopen, zeg maar. En op dat punt, ja, dan schijnt het nog zo'n 40, 50 uur gameplay te zijn. Dus het is wel echt een huge game. Daarnaast is er ook naar buiten gekomen dat, heb je de Season Pass, schaf je de Season Pass aan, ja, alsnog verschijnt er bepaalde DLC dingen die je apart nog een keertje moet kopen. Ik vind dat een beetje, een beetje geldklopperij. Om heel eerlijk te zijn, je moet al bij elke game zowat tegenwoordig een Season Pass gaan aanschaffen. Maar ja, dat je naast een Season Pass ook nog aparte DLC gaat uitbrengen. Oké, nou ja, we gaan het er gewoon zien inderdaad. En het zal in ieder geval hoe dan ook een toffe game worden. Dus dat was eigenlijk het game nieuws van vandaag. Ja, het is niet een hele lange aflevering geworden, dat had ik al gezegd. Wel wat leuk nieuws. Ik zou zeggen, ga lekker Battlefield 1 vandaag of morgen spelen. En ik ben benieuwd naar jullie reacties. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye en later.